Mijn naam is Erik Schipper. Ik werk al 14 jaar bij de Populier School in Den Haag. Dit filmpje gaat over hoofdstuk 5. Nigeria, rijk en toch arm. Dit filmpje is bedoeld voor HAVO en VWO. Voor de stukjes die alleen voor VWO zijn, zal ik het dan even ter plekke even zeggen. En dan kunnen de HAVisten dit dan even overslaan. Nigeria ligt in West-Afrika. En Afrika is eigenlijk ook een heel groot continent. Als je kijkt naar de projecties van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Europa, China, Brazilië, bovenop Afrika. En dan zie je echt hoe groot Afrika eigenlijk wel niet is. Als je ook kijkt naar de bevolking onder de Sahara, deze grafieken, dan zie je dat de bevolking bestaat vooral uit jongeren en jonge mensen. En dat er niet zoveel ouderen zijn in de landen van Afrika. De hoofdvraag over dit hoofdstuk is: waarom is Nigeria een arm land, ondanks de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen? Zoals ik al net liet zien, zijn er in Afrika veel jongere, jonge mensen. Op dit moment, of in 2025, hebben we een aantal megasteden, steden met meer dan 10 miljoen inwoners. En die liggen vooral in Azië, dat zijn de groene gedeeltes. Ook een aantal in Afrika, de rode gedeeltes. Maar in de toekomst, 2050, het jaar 2100, verwachten we dat de meeste megasteden, of in ieder geval heel veel megasteden, dan in Afrika zullen leggen. En die zijn ook echt mega. Als je kijkt naar de verwachte aantallen, steden van 88, 83, 73 miljoen. Je kan echt zeggen, dat is mega. Paragraaf 1. Tegenstellingen in Nigeria. Deze paragraaf bestaat uit een paar onderdelen. We gaan eerst kijken van hoe ziet het landschap, het land eruit en wat voor soort landbouw is daar. Daarna gaan we kijken naar de bevolking en welvaart, dus dat gaat over geld. We gaan kijken naar de verschillende culturen in Nigeria en we gaan ook kijken naar de vele conflicten in het land, wat het land als het ware verscheurt. De deelvraag voor paragraaf 1 is dan: welke verschillen in landschap, bevolkingsgroepen en welvaart komen voor in Nigeria en waarom leiden die regelmatig tot conflicten? Dit is de samenvatting van paragraaf 1. Je zou het filmpje even stil moeten zetten om het eventueel te lezen. Welnu, Nigeria ligt dus aan de kust van West-Afrika. Nigeria heeft verschillende soorten landschappen. Sommige landschappen zijn geschikt voor de landbouw, dus om voedsel te verbouwen. En andere landschappen zijn wat minder geschikt. We gaan beginnen helemaal in het zuiden. Helemaal in het zuiden vinden we mangrovenbossen. En we vinden dan verder ook nog eens tropische regenwouden. In ieder geval, Nigeria ligt in de buurt van de evenaar, dus in de tropen. Dat betekent dat het daar altijd boven de 18 graden Celsius is. Zometeen ga ik even wat meer vertellen over mangroven. Want ik denk dat jullie niet weten wat dat is. De tropische regenwouden worden helaas gekapt voor plantages. Dat zijn grote landbouwbedrijven. En wat wordt daar dan getild? Tropische gewassen als cacao en tabak. Van cacao maken we chocola en tabak, dat spreekt voor zich. Wisten jullie dat Nederland de grootste importeur van cacao is? Mangrovenbossen. Dus langs de kust in Nigeria vinden we mangrovenbossen. Het zijn bomen die in het zoute zeewater staan. Ze hebben speciale wortels, zodat ze kunnen overleven in het zoute water. Dus twee keer per dag staat het bos onder water en twee keer per dag staat het droog. Het grappige is, er komen daar ook aparte visjes voor. Slijkspringers hoeven jullie verder niet te weten, maar ik vind het wel leuk om te vertellen. Er zijn vissen die urenlang op het droge kunnen overleven en die hebben hun voorvinnen zijn zo geëvalueerd dat ze ermee kunnen lopen over het land. Wel nu, je snapt al, hier langs de kust zijn er natuurlijk veel vissers en mensen die dus hun geld verdienen in de visserij.
dus Nigeria. Langs de kust vinden we mangroven en een stukje verderop van de kust af vinden we dus tropische regenwouden. Goed, in het midden van het land, daar heb je een klimaat waarbij er een droge periode is. Het is daar niet nat genoeg meer voor een dicht tropisch regenwoud. En dat is het gebied daar, het landschap, is een zogenaamde savanne. En savanne, zoals je hier aan de rechterkant op het fotootje kan zien, bestaat ook wel uit bomen, alleen het is geen dicht bos meer. Het is ook een gebied dus met bomen, grassen en struiken. Nou, dus omdat daar een deel van het jaar droog is, heb je daar dus geen dicht tropisch regenwoud meer. Maar het bos is daar dus minder dicht. Nou, wat wordt daar verbouwd? Er worden graangewassen en wortel- en knolgewassen verbouwd, zoals je hier op deze foto kan zien, zogenaamde yams en cassave. Helemaal in het noorden van Nigeria, daar is het droger, is het nog droger, daar valt niet zoveel regen meer. En dat is een steppe. Steppen, dat zijn eigenlijk gebieden waar alleen nog maar grasjes groeien. Nou, je kan daar geen akkerbouw meer bedrijven, dus de mensen leven daar van de veeteelt. Dus in het noorden, helemaal in het noorden, hebben we dus steppen. Dat ziet er dan zo uit. Een gebied zonder bomen, alleen grassen. Of struikjes. En in de steppen leven ze dan van veeteelt, zoals je hier rechts op het plaatje kan zien. Dus in het midden bij de savanne van knolgewassen en graangewassen en helemaal in het zuiden cacao en tabak. Hier zien jullie dat er cacao geoogst wordt door deze vrouwen. Het streven is dat er in het droge gebied van de steppen in de toekomst ook akkerbouw mogelijk moet worden. De bedoeling is dat er meer KO's, staat GAO, maar je spreekt uit als KO, aangeplant wordt. KO's zijn bomen die in deze droge omstandigheden goed kunnen overleven, omdat ze hele diepe wortels hebben. Nou, en die bomen zorgen dan voor schaduw. En waardoor dan onder de schaduw van de bomen ook akkerbouw mogelijk is. Dus dat mensen niet alleen maar afhankelijk zijn van veeteelt. Het volgende stukje, dat blauwe gedeelte wat ik nu ga vertellen, is alleen voor VWO. In december en januari is er een droge tijd. Er is dan een aflandige wind, dus wind die van land naar zee gaat. In plaats van een aanlandige wind. Nou, hoe komt dat? Hoe zit dat? Dat heeft te maken met de moesson. Ik ga nu een basisboek nummer 65 met jullie bespreken. Jullie hebben in de brugklas al geleerd dat rond de evenaar is het heel erg warm. Elke dag stijgt de lucht op, krijg je dikke wolken en regen. Daar vandaan de tropische regenwouden. Dat gebied van de regen wordt hier weergegeven met deze rode lijn. In werkelijkheid is het geen rechte lijn, maar is het een soort kronkellijn. Rond januari zit deze lijn, dat natte gebied, veelal onder de evenaar. En rond juli zit deze lijn, waar het dus heel veel regent, boven de evenaar. Jullie hebben ook geleerd dat de opstijgende lucht verderop weer gaat dalen en dan gaat de lucht weer terug naar de plek waar het op gaat stijgen. Dit is de wind die je dan voelt. Nou, omdat dit gebied dus heen en weer schuift, dat lage drukgebied, het regengebied, van naar het zuiden naar het noorden, gaat de wind er eigenlijk achteraan. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld hier voor Nigeria de wind in januari uit het noordoosten komt. Dus komt die eigenlijk van de Sahara, dan is het een droge wind. En in juli komt de wind dan uit het zuidwesten en dan komt het dus van zee, een warme tropische zee. En dan neemt je natuurlijk ook veel vocht mee. Dus moesson is niks anders dan dat de wind in de tropen halfjaarlijks omklapt. Of hij komt uit het noordoosten of hij komt uit het zuidwesten. En als hij dan van land komt, dan is het droog. Dan komt hij van zee, dan is het nat.
Het woordje intertropische convergentiezone, ITCZ, wat hier staat, hoeven jullie voor de tweede klas nog niet te weten. Bevolking en welvaart. Dus het gaat over bevolking en geld, rijkdom. Nigeria heeft de grootste bevolking van Afrika. Het zijn 203 miljoen inwoners. De bevolking is ongelijk verspreid over Nigeria. En ook de welvaart is ongelijk verspreid. Hoe komt dat? Daar zijn veel grote steden waar dan veel werk is. Bijvoorbeeld er is daar ook industrie. En er is ook veel werk in de dienstensector. De tertiaire sector, daar kom ik zo op terug. Dienstensector betekent dat de mensen eigenlijk allerlei diensten aanbiedt. Bijvoorbeeld winkeltjes, kappers en noem maar op. Zoals ik net al zei, wordt er in het zuiden, doordat de regenwouden daar zijn gekapt, veel cacao verbouwd. En dat is ook een waardevol landbouwproduct waar veel geld mee verdiend wordt. Ook wordt hier in het zuiden veel aardolie uit de grond gewonnen. Wat natuurlijk ook geld oplevert. Hoe noordelijk je gaat, hoe lager de bevolkingsdichtheid wordt. En ook hoe minder welvarend het is. We zeggen dan, het BNP per inwoner is lager. BNP betekent bruto nationaal product. Dus al het geld wat verdiend wordt, gooi je op een grote hoop. Dat deel je door het aantal inwoners en dan krijg je een bepaald getal. En dan kan je een beetje zien, van is een land rijk of arm. In het noordengebied zijn er wel uitzonderingen. Dat is in Abuja, dat is de hoofdstad. En Kano, dat is een handelsstad. Die zijn wel wat rijker en wat dichter bevolkt. Nigeria is een echte multiculturele samenleving. Er wonen ongeveer in het grote land 250 verschillende bevolkingsgroepen. Hier op het kaartje zien jullie ook een beetje de verspreiding van een aantal bevolkingsgroepen. Nigeria was vroeger een Britse kolonie. In 1960 werd het onafhankelijk. En toen hebben de Britten de grens getrokken van Nigeria. En dat is de reden dat al die bevolkingsgroepen als het ware in één land wonen. Door al die culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen, dat kan je bijvoorbeeld zien aan de taal. Er worden in Nigeria ongeveer 500 talen gesproken. Nou, hoe kunnen die mensen elkaar dan toch verstaan? Dat is doordat ze een soort pidgin Engels gebruiken. Dat is een soort mix van Engels en lokale talen. En zo kunnen de mensen in het hele land elkaar toch nog wel een beetje verstaan. Verder zie je de culturele verschillen ook aan de vele godsdiensten in dat land. In het noorden van het land wonen de moslims en in het zuiden wonen de christenen. En in het midden heb je, zeg maar, oude traditionele godsdiensten. Maar al met al zijn er in grote gebieden is er eigenlijk een religieus mengelmoesje. Omdat er zoveel cultuurverschillen zijn, zijn er in Nigeria deelstaten met een eigen autonomie. Een deelstaat is een gebied dat in een land heel veel zelfbestuur heeft. Autonomie betekent zelfbestuur. Dus om heel veel conflict te vermijden, hebben ze dus heel veel gebieden als een deelstaat aangewezen. En dat de mensen van de desbetreffende cultuur die daar voorkomt, een beetje hun eigen regels kunnen bepalen. Eigen regels, zelfbestuur, oftewel autonomie. Nigeria is ook wel een verscheurd land. Ondanks alle deelstaten, laaien regelmatig allerlei conflicten op. Hoe komt dat nou? Nou, dat is best wel ingewikkeld en divers. Er zijn dus verschillende redenen voor te bedenken. Dat betekent divers. Bijvoorbeeld strijd om de macht. Ook in een deelstaat. Wie heeft er nu echt voor het zeggen in zo'n deelstaat? Er is ook veel strijd om de natuurlijke hulpbronnen. Alles wat in de grond zit en waar je geld aan kan verdienen. Of wat boven de grond, landbouwgrond. En daar is er ook heel veel conflict over. Verder is ook veel strijd tussen religieuze groepen, radicale moslims in het noorden en de christenen in het zuiden. En vaak worden bevolkingsgroepen ook tegen elkaar opgezet.
Ook is er veel strijd vanwege de regionale ongelijkheid. De armere mensen in het noorden en de iets rijkere Nigerianen in het zuiden. Dit was paragraaf 1. Nu nog even een paar basisboeknummers wat bij paragraaf 1 hoort. Zoals B5, natuurlijke en menselijke factoren. Allerlei zaken bij aardrijkskunde kan je verklaren met twee soorten factoren. De natuurlijke factoren, zoals bijvoorbeeld aardbevingen. Dat het ergens op een breuklijn ligt, dan krijg je aardbevingen. Of bijvoorbeeld menselijke factoren. De redenen wat door de mens wordt veroorzaakt. B65 moesson voor VWO had ik al eerder uitgelegd. B167 multiculturele samenleving. Wat is dat? Dat betekent dat er veel mensen uit verschillende culturen met elkaar samenleven. Dus verschillende mensen vanuit een andere etnische groep, dus afkomst, die met elkaar samenleven. Heel vaak is er één cultuur die overheerst is. De andere groepen, etnische groepen, noemen we dan de culturele minderheid of etnische minderheden. Hier vind je nog eens een keer alle soort vragen wat voorbij gekomen is van paragraaf 1 met de antwoorden. Als je het filmpje stilzet, dan kan je het ook eventueel nog bestuderen. Paragraaf 2, olieindustrie. Is dit nu een vloek of een zegen voor Nigeria? De deelvraag is de olieindustrie een vloek of een zegen voor Nigeria? Je ziet hier deze vrouw lopen over buizen waarin olie wordt gepompt. En we zien hier ook alle palmbomen enzovoort staan. Dus dat betekent ook dat dit natuurlijk in het zuidelijke deel van Nigeria is. En wat we hebben gezien, het midden en het noorden is toch hoger. Oké, paragraaf 2. Dit is de samenvatting. Als je dat wilt doorlezen, moet je het filmpje even stilzetten. Dus in het zuiden van Nigeria wordt heel veel aardolie gewonnen. Aardolie, een fossiele brandstof die voor heel veel doeleinden wordt gebruikt. Natuurlijk om brandstof van te maken, maar ook allerlei producten worden uit aardolie gemaakt. Nigeria zelf heeft het hoogste bruto nationaal product, BNP, van Afrika. Dus dat betekent dat daar veel geld wordt verdiend. Nou, de reden is vooral de aardolie. Aardolie is ongeveer 9% van het bruto nationaal product. 90% daarvan wordt jaarlijks geëxporteerd naar het buitenland. Hè, dus daarmee verdien je geld. En 80% van alle overheidsinkomsten komt dus uit de aardolie. Dus alle uitgaven die de overheid heeft in het land, die halen ze dus uit de aardolie. Hoeveel de olie Nigeria in één jaar precies oplevert, hangt een beetje af van de vraag en aanbod. Dus hoeveel olie er wordt gewonnen in de wereld en wat de olieprijs is door de vraag. Als de economie in de wereld goed gaat, dus dat er een economische groei is, dan is er veel aardolie nodig en dan is er op zo'n moment dus veel export en dat betekent dus veel inkomsten. Dus als de economie goed gaat, wordt er veel goederen geproduceerd, is er ook veel transport over de aarde van goederen. Dus daar is veel brandstof nodig. Dus veel vraag naar olie. Als er in de wereld, in de economie, een crisis is, dan is er minder vraag naar olie. Dus dan is er minder export voor Nigeria en dat betekent ook minder inkomsten. En wat een economische crisis, dan worden er minder goederen gemaakt in de wereld. Is er ook minder transport van deze goederen, is ook minder brandstof nodig. Het aanbod van olie. Oliebedrijven kunnen alleen maar exporteren als ze genoeg olie uit de grond kunnen winnen. Als er conflicten zijn, is het aanbod van olie dan in sommige jaren wat lager. Hè? Want door de conflicten is het even lastig om genoeg olie te winnen. Gevolg is dan dat er minder geëxporteerd wordt en dat er dus weer minder inkomsten zijn. Dus de olieprijs stijgt bij wereldwijde economische groei.
en daalt bij een economische crisis. Bij groei is er veel vraag en dan stijgt de prijs. En bij een crisis is er minder vraag en dan daalt de prijs. Ook oorlogen in olieproducerende landen of de winning van meer olie hebben dus invloed op de prijs. In deze figuur zien jullie dat de prijs van een vat olie heel erg kan wisselen. Als er ergens een crisis is of een oorlog is in een oliewinnend land, en dan kan de prijs al snel dalen omdat dan minder olie gewonnen wordt. Hier aan de rechterkant in figuur 9 kan je zien hoe afhankelijk de olieprijs is voor de inkomsten van het land. Nou, voor Nigeria moet de olieprijs voor een vat ongeveer 55 euro zijn, willen ze dus hun begroting, hun uitgaven, wat er is in het land, kunnen betalen. Nou, en hier aan de linkerkant in figuur 8 zie je dus dat de prijs van 55 euro, en dat ook heel veel jaren dat het er dik onder heeft gezeten. En dan komt een land als Nigeria eigenlijk, heeft dan te weinig inkomsten. Wel nu, Nigeria verdient in principe miljarden aan de olie. Maar de meeste mensen in Nigeria leven onder extreme armoede. Hoe kan het dan dat de Nigeriaanse bevolking zo weinig profiteert van al die miljarden die verdiend wordt in de olieindustrie? Daar zijn een aantal redenen voor. De eerste reden is, er is eigenlijk weinig werk in de olieindustrie. Als al die installaties nu eenmaal staan, is het allemaal gemechaniseerd, geautomatiseerd en heb je eigenlijk niet veel mensen nodig die daaraan kunnen gaan werken. Een andere reden is dat veel winsten die behaald worden met de olieindustrie naar het buitenland gaan, naar buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld de Shell, een Nederlands bedrijf die daar olie wint, en heel veel winsten gaan dan naar de Shell, naar een buitenlands bedrijf, in plaats van naar de Nigerianen. Of de winsten gaan vaak ook alleen maar naar de overheid, of een hele kleine groep werknemers die in de olieindustrie werkt. Verder is er ook veel corruptie. Men schat op ongeveer 50 miljard per jaar. En dat zorgt er ook voor dat de winsten van de olie dan niet naar de meeste mensen kunnen gaan. De overheid investeert eigenlijk het geld wat ze verdient met de olie niet goed. De landbouw krijgt eigenlijk te weinig overheidshulp, waardoor de boeren niet kunnen investeren in machines of betere zaden of bestrijdingsmiddelen. Het gevolg is dan dat de opbrengsten van de landbouw dus laag zijn. Voor 1960 kon Nigeria zichzelf voorzien van voedsel. Het was een zelfvoorzienend land. Nu, omdat er zo weinig is geïnvesteerd in de landbouwopbrengsten, is het land afhankelijk van het buitenland voor de import van voedsel. Dus van zelfvoorzienendheid zijn ze naar afhankelijkheid import van voedsel gegaan. Ook wordt het geld niet gebruikt voor de industrie. En de industrie krijgt ook te weinig hulp, waardoor er veel verwaarloosde oude fabrieken zijn. Het gevolg is dan een lage productie en ook steeds minder werkgelegenheid in de industrie. Dus het geld wat de overheid verdient aan de olie wordt niet goed geïnvesteerd, gebruikt om andere takken in het land te ondersteunen of vooruit te helpen, zoals landbouw en industrie. Diversificatie. Diversificatie is een oplossing om zeg maar de afhankelijkheid van alleen olie terug te dringen. En kan ook een oplossing zijn om de armoede terug te dringen. En nu op dit moment is Nigeria vooral afhankelijk van olie, op de olieindustrie. En als er dan meer inkomsten ontwikkeld kunnen worden, dus dat men ook meer geld uit andere takken kan verdienen, en dat noemen we dan diversificatie, en dat zal dan de afhankelijkheid en de armoede terug kunnen dringen. En dus de economie krijgt dan meer verschillende inkomstenbronnen. En dus de economie is dan minder eenzijdig. Dit kan, ze zijn daar wel mee bezig,
want ongeveer de helft van het BNP komt uit de dienstensector. Bijvoorbeeld Nollywood, het is een filmindustrie wat daar zich heeft ontwikkeld en daar wordt dan ook heel veel geld mee verdiend. En de dienstensector biedt veel meer werkgelegenheid en inkomsten voor de mensen. Er is een nieuwe overheid in Nigeria en die gaan ook nu meer investeren dan vroeger in de landbouw en de industrie. Dus zal betekenen dat er steeds meer werkgelegenheid gaat komen, dat er meer export gaat komen, ook van andere producten dan alleen olie. En dat men ook minder voedsel in de toekomst hoeft te importeren. Dus diversificatie is een oplossing om de armoede terug te dringen. Dus dat grote blauwe vlak van brandstoffen, van aardolie van 2017, moet dus kleiner worden. Dat men ook meer landbouwproducten en andere producten, industriegoederen kan exporteren. Dat men dus diverser wordt. Dit was paragraaf 2. Nu nog even een paar basisboeknummers wat bij paragraaf 2 hoort. Zoals B29, waarderen. De aardrijkskunde gebruiken we methodes om ergens een waardering over te kunnen geven. Dus je hebt bijvoorbeeld een stappenplan om dan een mening te kunnen geven over een bepaald aardrijkskundig probleem. Bijvoorbeeld zoals je hier kan zien, Amsterdam heel erg druk met toeristen en de gemeente wil eigenlijk geen nieuwe toeristenwinkels meer erbij. Dat is de eerste stap, wat is het probleem? De tweede stap die je dan moet nemen, wie zijn hier allemaal bij betrokken? Nou, bijvoorbeeld de winkeliers, de Amsterdammers zelf, de toeristen en de gemeente. De derde stap is, wat is de mening van winkeliers, Amsterdammers, toeristen en de gemeente over het probleem. Ieder heeft een eigen mening erover. En als je dan dit helemaal hebt uitgespit, dan de laatste stap. Wat is eigenlijk jouw mening? Je hebt de verschillende partijen gehoord en dan geef je je eigen oordeel, je eigen waardering aan een bepaald aardrijkskundig probleem. B206, diensten. Dienstensector kunnen we onderscheiden in twee sectoren, de tertiaire en de kwartaire sector. De tertiaire sector is eigenlijk de commerciële dienstverlening. Dus mensen, bedrijven die hun diensten aanbieden en daar dus geld mee willen verdienen. En bijvoorbeeld de handel, de banken, de transport, de winkels, de horeca. Ook hebben we de kwartaire sector. En deze dienstverlening is niet commercieel. De bedoeling is niet om hier in principe geld mee te verdienen. Zoals gezondheidszorg, onderwijs, defensie, brandweer, rechtspraak. In de praktijk is er wel vaak geen onderscheid tussen die tertiaire en kwartaire sector. B232 werken in de industrie is alleen voor VWO. Het aantal mensen wat in de secundaire sector, dat is de industrie, werkt, is klein zijn in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden heb je het algemeen weinig industrie. Ook in ontwikkelde landen, rijke landen, is er weinig industrie. Dat komt een beetje omdat er veel geautomatiseerd is. Er is dus niet veel werk. En ook heel veel fabrieken, industrie verplaatst zijn naar lage loonlanden. En heel veel Aziatische lage loonlanden. In ontwikkelde landen, zeg maar economisch opkomende landen, daar worden vanuit grondstoffen machines in fabrieken gemaakt. En dan krijg je vaak halffabrikaten. Zeg maar producten die half af zijn of onderdelen. Er worden eindproducten gemaakt, dus dat het product helemaal klaar is. Het is veelal bedoeld voor de export en ook vaak voor de binnenlandse markt. In ontwikkelingslanden, de allerarmste landen, de grondstoffen worden vaak met de hand of eenvoudige machines in een soort ambachtelijke kleine bedrijfjes gemaakt tot eindproducten. Als er grondstoffen gewonnen worden in ontwikkelingslanden, dan zorgt dat in het algemeen voor niet veel werk. Maar als je die grondstoffen nu in je eigen land eerst gaat verwerken, bijvoorbeeld dat je van
cacaobonen chocola maakt, dat betekent dat je daardoor meer werk in je eigen land creëert en dat je van dat desbetreffende product ook minder hoeft te importeren, omdat je het zelf al maakt. Dus het is slimmer om grondstoffen wat je in je eigen land uit de grond houdt of verbouwt, om het zelf te verwerken tot een eindproduct, dan dat je de grondstof naar het buitenland exporteert, dat het ergens in een ander land wordt verwerkt tot een eindproduct. B251 neocolonialisme. Dit is voor HAVO en VWO weer. Neocolonialisme, nieuw kolonialisme. Dat is dat arme landen nog steeds afhankelijk zijn van rijke landen, na de decolonisaties. Heel veel landen zijn onafhankelijk geworden, maar ze zijn eigenlijk nog op de een of andere manier toch nog wel afhankelijk. Ook al hebben ze nu hun eigen regering en dan mogen ze hun eigen dingen bepalen. Weet je, deze hele arme landen, periferielanden noemen we dat ook wel, en die leveren grondstof voor het buitenland op en die moeten vaak zelf industrieproducten uit de centrumlanden kopen. Het nadeel als je alleen grondstoffen exporteert, het is arbeids- en extensief. Het levert weinig werk op, het hadden we in Nigeria ook al gezien. En de productie van aardolie levert eigenlijk niet zoveel werk op. En vaak is de winning van bijvoorbeeld aardolie ook in handen van buitenlandse bedrijven, ondernemingen. En dan de buitenlanders krijgen daarin dan vaak de best betaalde baan, de hogere functies in zo'n bedrijf. En dan ook heel veel van deze winsten verdwijnen dan naar het buitenland. Vaak zijn de prijzen van grondstoffen lager dan de industrieproducten die een land dan moet kopen. Het verschil tussen goederen die je exporteert, verkoopt en importeert, die dus koopt, noemen we ruilvoet. Dus voor ruilvoet is de verhouding prijsspel, en wat het oplevert, tussen export en import. Als jij bijvoorbeeld meer geld moet uitgeven aan import dan export, dus dat je meer moet kopen dan dat je kan verkopen, zeggen we er is een ruilvoetverslechtering. Op dit moment zijn de prijzen van grondstoffen wel flink weer gestegen, maar het prijsspel blijft wel wisselvallig. Er blijven schommelingen in zitten. Dit was paragraaf 2. Hier heb je nog een keer een overzicht van alle soorten vragen uit deze paragraaf. En aan de rechterkant zie je de antwoorden staan. Als je het filmpje stilzet, kan je jezelf hierin eventueel nog even overhoren of bestuderen. Paragraaf 3. Deze paragraaf bestaat uit bronnen. En de titel is Sterkte en zwakte van Nigeria. De deelvraag is dan ook, wat zijn de sterkte en zwakte van Nigeria voor de ontwikkeling van het land? Bron 1. Grotere afzetmarkt. Afzetmarkt betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld in dit land heel veel goederen, heel veel spullen kan verkopen. Ja, de bevolking van Nigeria is dus groot, het groeit snel. En het BNP, het bruto nationaal product, dus de inkomsten, de welvaart, is gestegen. Dus Nigeria is daardoor een grote afzetmarkt geworden die interessant zijn voor bedrijven. Bijvoorbeeld denk aan telecombedrijven, het verkoop van mobieltjes bijvoorbeeld. Maar klanten zijn ook goed voor de bedrijven. En hoe meer bedrijven, ook hoe meer werkgelegenheid er is voor Nigeria. Maar helaas, een groot deel van de bevolking, vooral in het noorden, is nog steeds arm. En dat betekent dus regionale ongelijkheid. Noordarme, zuidenrijke. Bron 4. BNP per inwoner in Nigeria tussen 1960 en 2017. We zien dat het bruto nationaal product, de welvaart, flink is gestegen. Vooral na het jaar 2000 is die flink omhoog gegaan. Maar aan de andere kant zien we ook weer dat wat betreft deze inkomen van deze welvaart, het grootste gedeelte, bijna 50%,
bij het rijkste deel van de bevolking liggen. Het rijkste deel is 20%, 1/5 van de bevolking is het rijkste deel. En die hebben wel 50%, bijna de helft. Dus 48,9 is bijna de helft van alle rijkdom in handen. En de armste mensen, alle armste mensen, dat is ook 1/5 van de bevolking. En die hebben maar 5,4% van de inkomsten in handen. Dus we kunnen zeggen dat de weinige rijken de meeste welvaart hebben. En dat de vele armen de minste welvaart hebben. Prinses Nepa. Dit gaat over de stroomvoorziening. Nigerianen noemen de stroomvoorziening Nepa. Dat is de afkorting voor National Electric Power Authority. Er worden wel grapjes gemaakt dat het eigenlijk moet heten Never Expect Power Always. Dat betekent dat de mensen er niet op aankunnen dat er altijd stroom uit de stopcontact komt. Het land wekt niet genoeg elektriciteit op en ook de bekabeling kan de vraag niet aan. Dus er is heel vaak stroomuitval. Eigenlijk is dit orde van de dag. Daarom hebben ook veel mensen, veel bedrijven, zoals je hier op deze foto kan zien, een eigen generator, zodat ze ten alle tijde zelf toch stroom hebben, zodat deze man bijvoorbeeld toch kan doorwerken. Nigeria heeft een grote beroepsbevolking, bronzeven, maar ondanks de grote beroepsbevolking is er ook nog veel werkloosheid. Doordat er veel werkloosheid is, in Nigeria heb je geen uitkering zoals hier in Nederland, moest je toch aan geld komen. Dus miljoenen mensen werken dan in de zogenaamde informele sector. Dus dat betekent dat je probeert het een en ander te verkopen of bijvoorbeeld je diensten gaat aanbieden. En bijvoorbeeld een couriersbedrijfje of een winkeltje die je dan opent. We noemen dit de informele sector. Dus dat is eigenlijk de werkzaamheden die buiten de officiële statistieken plaatsvindt. En deze mensen betalen dan ook geen belasting. En op de een of andere manier, als er niet genoeg banen zijn, moeten de mensen natuurlijk toch wel in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En dat noemen we dus de informele sector. Bron 8. Omdat Nigeria een grote filmindustrie heeft, Nollywood. Verder hebben ze in Nigeria ook de Afrobeat muziek en Lagos Fashion Week. Dat zorgt ervoor dat op cultureel gebied Nigeria een grote invloed heeft op andere Afrikaanse landen. Dus door hun films, door de muziek die ze maken en door de mode die ontworpen wordt, beïnvloeden ze dus heel veel Afrikaanse landen. Bron 9, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur. Nigeria heeft dus veel natuurlijke hulpbronnen waar je geld mee kan verdienen. We hadden al gezien de aardolie, maar er is ook aardgas, steenkool en ijzererts. Ook heeft het best wel veel vruchtbare grond en is er niet zoveel relief, wat natuurlijk gunstig is voor de landbouw. Maar door slecht onderhoud van de wegen en spoorlijnen, en dan heb je veel vertragingen. En dit is dan weer een ramp, zeg maar, om heel veel producten te vervoeren. Zeker als het dan verse producten zijn. Dus dat is enerzijds, er zijn veel hulpbronnen, natuurlijke hulpbronnen, waar geld aan kan verdiend worden. En veel vruchtbare grond voor landbouwproducten. Maar door slechte wegen en spoorlijnen is het vervoer hiervan niet altijd even makkelijk. Dit was paragraaf 3, de bronnen. Ook nog een paar basisboeknummers wat bij paragraaf 3 hoort. Bijvoorbeeld B224, kenmerken van ontwikkeling. Ontwikkelingskenmerken van een land, of het ontwikkeld is of niet, kun je zien aan een aantal factoren. De eerste factor is BNP, bruto nationaal product per inwoner. Hoe hoger het BNP per inwoner, hoe hoger de welvaart. Een andere manier van meten is bijvoorbeeld kijken naar de welzijn. Dat betekent de kwaliteit van een leven. Kan je een beetje prettig leven? En welzijn bestaat eigenlijk uit 4 basisbehoeften. Bijvoorbeeld is er voedsel, voldoende voedsel, goed voedsel. Is er goede huisvesting? Is er onderwijs? En is er ook goede gezondheidszorg? Er zijn nog een paar andere ontwikkelingskenmerken. Bijvoorbeeld de snelle bevolkingsgroei. Als de bevolking heel erg snel groeit, dat betekent vaak dat het nog een ontwikkelingsland is.
Als er heel veel mensen in de landbouw werkzaam zijn, dan is het ook een ontwikkelingsland. En als er heel veel mensen naar de stad verhuizen om daar te gaan wonen, de snelle groeipercentage stedelingen, betekent ook dat het kenmerk is van een ontwikkelingsland. B226, basisbehoeften. Wat zijn dat basisbehoeften? Dat is iets wat iedereen echt nodig heeft om een beetje goed en redelijk te kunnen leven. Er zijn er vier. De eerste is voedsel. De tweede is huisvesting. Dan heb je een dak boven je hoofd. De derde is er voldoende onderwijs. Dat iedereen kan leren lezen en schrijven. Dat er geen analfabeten zijn. En de vierde is gezondheidszorg. Zijn er voldoende artsen? En is de zuigelingensterfte een beetje laag. Dus dat betekent dat de baby's die geboren zijn een grote kans maken om tot volwassenheid te groeien. B228, groeiers en achterblijvers. Vroeger was er een scherpe tweedeling in de wereld, een soort Noord-Zuidverdeling. Noordelijk halfrond waren er ontwikkelingslanden, zoals Noord-Amerika en Europa. En zuidelijk halfrond hadden we ontwikkelingslanden. Dat noemden we toen derde wereld. Nu is het noordelijk halfrond nog steeds rijker, maar het zuidelijk deel is welvarender geworden. De welvaart is daar toegenomen. De opkomende economische landen, de groeilanden, zijn zogenaamde BRICS-landen. Dat betekent BRICS, betekent Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Er zijn ook landen in de wereld die blijven achter, de achterblijvers. De bewoners kunnen dan vaak niet voorzien in hun basisbehoeften. Heel veel van deze bewoners leven onder de armoedegrens. Hier hebben we nog eens een keertje alle vragen over paragraaf 3 met aan de rechterkant de antwoorden. Paragraaf 4. Kansen en bedreigingen voor Nigeria. Het buitenland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nigeria. Contacten, steun en handel met andere landen bieden voor Nigeria allerlei kansen, maar er zorgen ook voor bedreigingen. De deelvraag is dan ook, welke kansen en bedreigingen zijn er vanuit het buitenland voor de ontwikkeling van Nigeria? Dit is de samenvatting. Vrije wereldhandel. Wat is dat? Vrije wereldhandel biedt kansen voor Nigeria. Dat is een handelssysteem waarbij alle landen in de wereld met elkaar handel kunnen bedrijven zonder dat ze elkaar belemmeren. Nou, klinkt ideaal toch? Maar er zijn ook nadelen. Wat dan bijvoorbeeld? De eerste nadeel is, er is op de wereldmarkt veel concurrentie. Bijvoorbeeld als het buiten ergens anders dan in Nigeria goedkopere cacao geteeld kan worden. Het betekent dat de Nigerianen dan minder kunnen exporteren. Want het is een kwestie van vraag en aanbod. Dus dat betekent dat ze minder inkomsten zullen hebben. Ook kan de prijs op de wereldmarkt best wel schommelen. Zodat je ook nooit zekerheid hebt of er elk jaar voldoende inkomsten zijn. Sommige landen beperken toch hun wereldhandel. Hoe doen ze dat? Dat doen ze door middel van invoerrechten. Dus landen uit het buitenland die dus bepaalde goederen in een land willen invoeren, die moeten dan belasting betalen. Bijvoorbeeld buitenlandse auto's in Nigeria, als je daar dus wil gaan importeren, betekent dat je daar een belasting op moet betalen, zodat de buitenlandse auto dan duurder wordt. Nou, het voordeel is dan dat de Nigeriaanse auto's goedkoper blijven en daardoor beter verkopen. Dus dat is dan niet helemaal vrij. Dan is in dit geval dus geen vrije wereldhandel. Werken in het buitenland. Nou, Nigeria, een Afrikaans land waarvan heel veel migranten naar Europa zijn vertrokken om daar te gaan werken voor een beter bestaan. Dat is op zich een voordeel voor Nigeria, want heel veel van deze migranten sturen dan geld terug naar hun familieleden die zijn achtergebleven. Dat noem je remittances. In 2018 hadden we het over een bedrag van 19 miljard euro, wat elk jaar naar Nigeria ging vanuit het buitenland. Soms heeft het ook wel eens een nadeel dat er migranten vertrekken. En bijvoorbeeld als het artsen zijn en die dan in het buitenland gaan werken, het betekent dan dat de gezondheidszorg in Nigeria minder gaat functioneren, omdat er minder artsen zijn.
En die zijn dan eigenlijk zelf hard nodig in Nigeria. Nou, dit noemen we dan brain drain. Dus dat is dan in dit geval een nadeel. Steun uit het buitenland. Nigeria krijgt ook steun uit het buitenland. In 2017 ging het over een bedrag van 3 miljard euro. Bedrijven, regeringen en internationale organisaties, bijvoorbeeld de Wereldbank en de UNICEF, die steunen Nigeria met veel geld. Een derde deel, 1 miljard, was noodhulp. Wat is dat noodhulp? Dat is hulp die mensen nodig hebben, bijvoorbeeld om na een ramp of bij een ramp in leven te blijven. Bijvoorbeeld het noordoosten van Nigeria, daar is het heel erg onveilig, zijn er veel conflicten. En dan ontstaat daardoor ernstige ondervoeding. En dan is daar gewoon op dat moment evenveel noodhulp nodig. Een andere derde deel van de 3 miljard gaat naar de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het sturen van medicijnen, het bouwen van ziekenhuizen of het opleiden van artsen aan Nigeriaanse universiteiten. En het laatste miljard die gaat naar de overige doelen, bijvoorbeeld de opvang van straatkinderen of de aanleg van infrastructuur. Steun uit het buitenland kan bilateraal zijn. Bilaterale hulp is de hulp tussen twee landen. Bijvoorbeeld van de hulp die bijvoorbeeld China aan Nigeria geeft. Je hebt ook multilaterale hulp. Bijvoorbeeld de Wereldbank die geeft hulp aan Nigeria. Noemen we multilateraal. En er is ook hulp van niet-governementele organisaties. Afgekort NGO's. Dat zijn bijvoorbeeld organisaties als de Oxfam NOVIP. Niet-governementele organisaties, NGO's, zijn onafhankelijk of werken onafhankelijk van de overheid. Buitenlandse investeringen. En dus buitenlandse investeringen zijn buitenlandse bedrijven die zich in Nigeria vestigen en er een Nigeriaans bedrijf kopen of een deel daarvan. Of daar iets gaan bouwen, zoals een spoorlijn of een haven. Nou, dit heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn natuurlijk, ze zorgen voor, daardoor voor werk en inkomsten. Bijvoorbeeld, er zijn Nederlandse bedrijven als Heineken, Unilever en Friesland Campina. Die zijn bijvoorbeeld actief in Nigeria, zoals je hier op dit, aan de rechterkant op de bovenste foto kan zien. Maar het heeft ook vaak nadelen. Want een deel van de winst, die gaat dan naar het buitenland toe. Of een land als Nigeria wordt dan afhankelijk van het buitenland. En ook sommige Nigeriaanse bedrijven kunnen deze buitenlandse concurrentie dan niet aan. Dus dat zijn dan weer de nadelen. B160. We hebben nu paragraaf 4 gehad. Nu nog even een paar basisboeknummers. We beginnen met B160, economische migratie. Economische migranten zijn mensen die dus gaan verhuizen om een economische redenen. Kan je verdelen in 1. Arbeidsmigranten, dus iemand die ergens anders gaat werken zoals je hier op de foto kan zien. Omdat er in het eigen gebied geen werk is of voldoende geld is. Denk bijvoorbeeld ook aan de vele Polen en Roemenen die in Nederland in de tuinbouw werken. Dat is wat je hier dus op de foto ziet. Je hebt ook seizoenmigranten. Dat zijn arbeidsmigranten die maar een korte tijd ergens blijven, omdat ze dan even een korte tijd nodig zijn. En je hebt ook kennismigranten. Dat zijn migranten die migreren vanwege hun technische kennis. En dan komt weer brain drain erbij te kijken, want vaak zijn deze hoogopgeleide mensen eigenlijk veel harder nodig in het eigen land. B242, interne en externe factoren. Vaak zitten mensen in ontwikkelingslanden gevangen in een soort vicieuze cirkel. Het is een soort cirkel van armoede waar moeilijk uit te komen is. Nou, bij het zoeken naar oplossingen om uit deze cirkel te kunnen komen, kijken we naar twee factoren. Bijvoorbeeld de interne factoren. Factoren in het land zelf. Bijvoorbeeld, hoe zit het met bestuur? Is het bestuur heel erg corrupt of is er veel wisselingen van bestuur? Hoe zit het met de sociale structuur, met de infrastructuur, met de wegen en zo? En eventueel snelle bevolkingsgroei, dat is ook vaak nadelig. En er zijn factoren intern in het land zelf die dan moeilijk maken om uit deze vicieuze cirkel te komen.
Er zijn ook externe factoren, dus factoren buiten het land zelf. Bijvoorbeeld dat andere landen hun eigen producenten, hun eigen bedrijven beschermen. Heel veel rijke landen beschermen hun eigen producenten door bijvoorbeeld producten uit ontwikkelingslanden daar heel veel importheffingen op te leggen, zodat het lastiger wordt voor de armere landen, ontwikkelingslanden, om hun spullen aan het buitenland te verkopen. B244, ontwikkelingssamenwerking. Ja, ontwikkelingslanden krijgen dus hulp van rijke landen via hulporganisaties, bedrijven en regeringen. Dat hadden we al gezien. Het kan zijn financiële hulp, het kan zijn voedselhulp, technische hulp of in de vorm van goederen. En we noemen dit ook wel ontwikkelingssamenwerking. Nou, we hadden al gezien noodhulp, de hulp om in leven te blijven. Bijvoorbeeld aan een hongersnood of een natuurramp of een oorlog. Er is ook structurele hulp, oftewel duurzame hulp. En dat is eigenlijk beter. Dat zorgt voor blijvende verbeteringen. Dus zorgt dat er voldoende dokters worden opgeleid, dat er waterleidingen worden aangelegd, zodat mensen aan schoon drinkwater kunnen komen. Of dat er microkredieten afgegeven kunnen worden, kleine leningen, zodat de bedrijven gestart kunnen worden. Maar er is ook vaak wel kritiek op ontwikkelingshulp. Want ontwikkelingshulp maken land ook weer vaak afhankelijk. En dat ze nooit op eigen benen gaan leren staan. Of heel veel geld komt in de verkeerde handen terecht. Vanwege de corruptie en zo. Dus dan komt het niet op de plaats terecht waar het eigenlijk zal moeten komen. B251, neocolonialisme. Dit had ik al besproken. Dus dan sla ik nu even over. En hier vind je nog een keer alle vragen aan de linkerkant over deze paragraaf en alle antwoorden aan de rechterkant. Paragraaf 5. Paragraaf 5 is alleen voor VWO. Lagos, de stad die blijft groeien. En Lagos is de één na grootste stad van Afrika. In het jaar 2100 is het, verwachten we dat de stad zal uitgegroeid zal zijn tot 80 miljoen inwoners. Dus is deze groei van Lagos een uitzondering in de wereld? Of gaan we dat veel meer plekken in de wereld zien? De deelvraag van paragraaf 5 is dan ook: waarom groeit de bevolking van Afrikaanse steden als Lagos zo snel? En hoe zie je in het straatbeeld dat de bevolkingsgroei eigenlijk te snel gaat? Dit is de samenvatting van paragraaf 5. Grote ruimtelijke uitdaging. Als een stad groeit, hoe gaan we de ruimte dan zo goed mogelijk benutten? Wel, sinds 2007 wonen wereldwijd steeds meer mensen in de stad dan op het platteland. En de steden in de wereld zullen blijven groeien. En dat vooral in Azië en Afrika. In de top 10 van de snelst groeiende steden tussen 2018 en in de toekomst 2035... staan eigenlijk alleen maar Afrikaanse steden. Door verschil in welvaart en welzijn tussen stad en platteland is er dus veel ruraal-urbane migratie. Ruraal betekent platteland en urbaan betekent de stad. Het urbanisatietempo ligt dus hoog. Dus dat betekent dat er veel mensen naar de stad verhuizen. Dit heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is sociale bevolkingsgroei door veel rurale urbane migratie. In de steden is vaak welvarender, is welzijn beter. Dat zorgt ervoor dat er veel mensen dus naar de stad verhuizen. Ruraal urbane migratie. En dus in veel Afrikaanse landen is de urbanisatiegraad nog laag. De meeste mensen wonen nog op het platteland. Maar nu op dit moment verhuizen er heel veel mensen naar de stad. We zeggen dan dat er is een hoog urbanisatietempo. Een andere oorzaak van de groei van Afrikaanse steden is de natuurlijke bevolkingsgroei is veel hoger in de stad. Door een hoog vruchtbaarheidscijfer. Hoe komt dat? De meeste migranten die naar de stad verhuizen zijn jonge mensen. En jonge mensen zitten in de vruchtbare leeftijd en die krijgen kinderen. De oudere mensen blijven dan vaak achter op het platteland. Dat is ook de reden dat er veel kinderen in de stad worden geboren. Wel, de bevolkingsgroei in de stedenzorg is natuurlijk voor een ruimtelijke uitdaging. Hoe zorg je voor zoveel mensen voor voldoende woningen, voor voldoende werk,
voldoende voorzieningen en infrastructuur als wegen. In 1960 was Lagos een kuststadje met 200.000 inwoners. Er was veel laagbouw, er waren veel verharde wegen. In de toekomst verwachten we dat Lagos in 2050 tot 32 miljoen inwoners is uitgegroeid. En in het ene jaar 2100 denkt men zelf aan 80 miljoen inwoners. Dat betekent dat de urban sprawl wel tot 1000 vierkante kilometer zal zijn. Dus dat de stad als een grote olievlek zich uitstrekt, uitbreidt over het hele gebied urban sprawl. En 1000 vierkante kilometer betekent ongeveer dat het een stad is van 30 bij 30 kilometer. Dus dat is echt groot. En dat betekent als je in zo'n grote stad van de ene naar de andere kant zou moeten. En dat je gewoon 3 uur aan het rijden bent. Natuurlijk is het ook heel erg druk. Er zijn niet echt veel goede wegen. Net als in veel Afrikaanse steden komt de groei van Lagos niet overal gepland tot stand. En daardoor, dat komt omdat de bevolking gewoon te snel groeit. Van de bevolking woont in ongeplande wijken. En dat zijn dan vooral krotwijken, zoals je op deze foto kan zien, die door de arme bewoners zelf zijn gebouwd. Veelal staan deze huizen op palen. Die zelfbouwwijkjes worden op palen gebouwd. Je ziet ook, het is vlakbij een rivier, water. En dus als het hoog water is, dan blijven de huisjes droog. In zo'n wijk zijn er nauwelijks voorzieningen als riolering en waterleidingen. Dat breekt gewoon vaak. Het stratenpatroon is natuurlijk heel erg rommelig. Er zit geen structuur in. Het zijn allemaal smalle, onoverzichtelijke wegen. Wijken voor de middenklasse, die zien er anders uit. Dat zijn wel meer geplande wijken. Bijvoorbeeld de huizen zijn in de tika, die staan op een rijtje. De wegen zijn wat rechter. Er is riolering, waterleidingen en elektriciteitskabels. Er zijn ook groenvoorzieningen en meer voorzieningen als winkels en speelplekken. De wijken voor de allerrijksteren, zoals de Banana Island, daar is alles helemaal strak gepland, want daar is een eiland, een speciaal eiland voor aangelegd. En alle villa's van die rijken hebben een eigen ontwerp. Behalve woningen en voorzieningen zijn er ook banen nodig. Eco Atlantic is eigenlijk een project om voor meer werkgelegenheid te bieden. Er wordt slim gebruik gemaakt van de schaarse ruimte. Er is land aangelegd, dus veel hoogbouw met luxe kantoren en woontorens en chique voorzieningen als hotels, cafés en restaurant. Maar goed, de vraag is of de banen in de Eco Atlantic wel voldoende bereikbaar zijn. Dit was paragraaf 5, nog een paar basisboeknummers. B174, urbanisatie, dat betekent verstedelijking. Het proces dat steeds meer mensen in de stad gaan wonen, urbanisatie, heeft 2 oorzaken. 1. Migratie van het platteland naar de stad. En tweede oorzaak is de natuurlijke bevolkingsgroei. In de stad wonen relatief gezien meer jonge mensen en jonge mensen krijgen kinderen. In rijke landen is er een hoog urbanisatiegraad, daar wonen de meeste mensen al in de stad. In arme landen is er een hoog urbanisatietempo, daar verhuizen nu veel mensen naar de stad. B183, ruimtelijke ordening. Alle menselijke activiteiten bepalen, die dus de inrichting van een ruimte bepalen. Dit is afspraken maken, van tevoren bedenken van hoe gaan we de ruimte inrichten. Bijvoorbeeld waar komen de kantoren, boerderijen, de woningen, de wegen, de restaurants. En dus heeft te maken met plannen voor de inrichting. Ja, we hebben al gezien, in opkomende landen heb je veel ongeplande sloppenwijken. B238, bevolking, aantal en groei. 80% van de wereldbevolking woont in ontwikkelingslanden of opkomende landen. Nou, snelle bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden, hoe komt dat? Dat komt door het hogere geboortecijfer. Dus dat betekent dat daar ook veel geld nodig is voor voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. Armoede zorgt voor hogere geboortecijfers. Kinderen die kunnen werken of voor je kunnen zorgen als je oud geworden bent. Ook is er vaak weinig geld en kennis voor family planning. Bijvoorbeeld voor voorbehoedsmiddelen. Elk kind, zoals ik al zei, is een soort werkkracht, die kan voor je werken. Het is een soort sociale verzekering.
En ook godsdienst is vaak van invloed op het aantal kinderen wat geboren wordt. En voor veel godsdiensten is het belangrijk dat elke vrouw veel kinderen krijgt. Je kan zeggen, hoe hoger de welvaart, hoe rijker, hoe groter de kans is op kleine gezinnen. Tot slot, vragen die we paragraaf 5 horen en aan de rechterkant de antwoorden. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je eraan wat aan hebt gehad. En zo ja, like even mijn video. Tot ziens, tot het volgende filmpje. Ook namens Oscar.